Ik ben Romy de Mol, studietrackbegeleider aan de VUB. De boodschap die we aan studenten willen geven is wanneer ze twijfelen over hun opleiding en over hun studiekeuze, dat ze er zeker over moeten praten en dat ze niet bij de pakken moeten blijven zitten. Op de VUB kunnen studenten terecht in het studiebegeleidingscentrum en op de Erasmus Hogeschool kunnen studenten terecht bij hun studietrackbegeleider. 3 jaar geleden ben ik veranderd van richting, omdat ik besefte dat het mij niet zo echt lag. En mijn ouders hebben me dan ook de keuze gelaten om over te schakelen naar een hogeschool. En dan ben ik eerst wel beginnen zoeken op internet wat mijn interesses waren en in welke school ik terecht zou kunnen komen. En zo ben ik dan op sociaal werk gekomen. Dat is ook een richting die heel praktijkgericht is. Dus wanneer je gaat starten aan een nieuwe opleiding is het belangrijk om niet zomaar de meest voor de hand liggende keuze te maken. Je moet opnieuw fundamenteel gaan nadenken over je studiekeuze. Je moet daarbij gaan nadenken over je sterktes, je zwaktes, je interesses. De keuze eigenlijk voor journalistiek in deze hogeschool heb ik heel bewust gemaakt. Het is zo dat ik, toen ik de infodag bezocht, dat ik eigenlijk naar de trajectbegeleider ben toegestapt. En ik wou er zeker van zijn dat ik goed begeleid zou worden. Achteraf is dat ook zo gebleken, want ik kan zeggen dat ik nu al bijna 3 jaar eigenlijk wekelijks of toch zeker om de 2 weken langs ging bij haar, bij mevrouw Hendricks. En wij plannen eigenlijk veel samen. Dat kan gaan over examens, maar je kan eigenlijk met alle vragen terecht bij die persoon. De trajectbegeleidster heeft me dan ook meteen geholpen met mijn vrijstelling te regelen. Ze heeft dan ook het aanbod gedaan om een verdere begeleiding te starten, maar ik ben daar niet op ingegaan. Maar gewoon het idee dat de mensen u helpen is heel leuk. Je voelt je echt gesteund. Wanneer een student twijfelt en aan een andere opleiding denkt, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk het heroriënteringsproces te starten. Dat kan na enkele weken, dat kan ook na een eerste semester of na een volledig academiejaar. Bovendien is ook een groot voordeel dat er vaste afspraken gemaakt zijn rond bepaalde vrijstellingen. Zodat studenten, wanneer ze zich willen gaan heroriënteren, op de website al kunnen kijken voor welke vakken ze vrijgesteld kunnen worden. In mijn eerste jaar voelde ik me heel slecht met mijn beslissing, schaamde mij een beetje en ik voelde me een mislukking. Maar achteraf bekeken is het echt de beste beslissing die ik had kunnen nemen. Wat het heroriënteren betreft zou ik willen zeggen dat je daar eigenlijk niet beschaamd om hoeft te zijn. Het is niet alsof je van iets lagers naar iets hogers gaat of omgekeerd. Dus ik zou willen zeggen, vraag jezelf af, wat kan je goed en wat doe je graag?